ik probeer zo goed mogelijk het voeren makkelijk te maken en praktisch te houden. Ik ben Amy van Dijk, ik ben dressuur-amazone. Ik richt paarden af van 3 tot Grand Prix. Ik ben Anneke Hallebeek, ik ben gespecialiseerd in paardenvoeding als dierenarts zijnde. Ik ben helemaal op de voedingsadvies gericht. Dus zowel voor mensen met sportpaarden, maar ook mensen met recreatiepaarden, voor grote stallen, voor kleine stallen, maakt niet uit. Eigenlijk probeer ik de kennis die ik heb zo goed mogelijk uit te dragen, zodat het wat meer op de werkvloer terechtkomt. Wat ik belangrijk vind is wat we eigenlijk al weten, dat dat goed toegepast wordt. Nou, en ik zie dat dat gewoon echt heel vaak nog niet gedaan wordt. En dat is niet bewust natuurlijk, dat is allemaal onbewust. Maar mensen zitten in bepaalde tradities en hebben bepaalde gewoontes. En daardoor zijn er denk ik dingen die niet altijd even goed gaan. En de paardengezondheid, dat is natuurlijk het belangrijkste waarvoor ik het doe. Die gaat me heel erg aan het hart. En ik weet dus ook dat er heel vaak paarden niet gezond zijn omdat ze niet de juiste voeding krijgen of het juiste voerschema of iets dergelijks. Daar kan je denk ik heel veel aan doen. Niet zo heel ingewikkeld, maar je moet je er wel even voor openstellen. In heel veel sportstallen, en dat is natuurlijk ook uit praktische overwegingen, wordt er bepaalde voertijden gehanteerd. Vergeet ze er wel eens van dat paarden eigenlijk een dier is wat heel frequent, misschien liefst altijd, ruwvoer wil eten. Met name dat ruwvoer, dat wordt nog wel eens een beetje vergeten. Dus ik denk dat dat iets is wat ja, vaak een beetje te weinig aandacht krijgt. Met name ook de juiste kwaliteit kiezen voor je paard. Als je voor je paard een goede kwaliteit kiest die past bij wat hij nodig heeft, heb je heel vaak minder, misschien wel geen krachtvoer nodig. Dat kan ook voor sportpaarden gelden. Ja, wat natuurlijk hartstikke leuk is, is dat deze opleiding er sowieso is. Hè, dat er een plek is voor mensen die in de sport bezig zijn op een bepaald niveau. Bewust proberen hun paard gezond te maken. Dat ze zich ook verder kunnen verdiepen met kennis daarover. En ik denk dat die voeding daar echt een basis voor is. Ik hoop dat ik ze er wat ook in mee kan nemen om eens wat kritisch naar het eigen voerbeleid te kijken. En dat ze wat meer bewuster ook die voeding in de gaten houden om hun paarden ja, gezond te hebben, goed laten presteren. Maar met name ook gezondheid en welzijn is denk ik ook voor hun een belangrijk issue. Ah, dat is een hele moeilijke. Dus als ik mensen vraag wat voer je paarden, dat er altijd eerst over krachtvoer wordt gevoerd. En eigenlijk moet ik dan een beetje verder vragen om ook nog tot het ruwvoer te komen. Dat krachtvoer dat heeft toch in hun hoofd ook een hele belangrijke, ja, gevoelsmatige belang om dat paard gezond te houden. Dat kan ook echt nodig zijn hoor. Maar het ligt er vaak te veel bovenop. We hebben net die bodyconditiescore gedaan en we hebben net even die paarden gemeten. En dat maakt mensen zich dus ook wat meer bewust van, oh ja, je kan hier dus ook gewoon zonder dat ik het allemaal op gevoel moet doen. Want soms kan het echt wel eens handig zijn om wat dingen te meten. Zoals inderdaad met een meetlint het gewicht proberen te bepalen. Of het ruwvoer af en toe eens even te wegen. Hoeveel is jouw hoeveelheid voer eigenlijk? Ik maak het niet al te ingewikkeld. Maar uiteindelijk moet je het op de werkvloer kunnen gebruiken. En je moet je bewust zijn dat dat soms in hele simpele dingen zit. En dat hoop ik een beetje mee te geven. Ik doe deze opleiding omdat ik ja, nog meer inzicht wil hebben in het paardenlichaam en wat belangrijk is voor ze om het juiste of ja, het hun werk op de goede manier te kunnen doen. Wat ik nu anders doe is dat je eigenlijk nog bewuster wordt van ja, het afvoelen ook, de rug en ook nog wel beter naar het trainingsschema kijken van. En vandaag met voeding hoop ik daar ook weer een hoop van op te steken. Ja. Dat is altijd al een beetje vaag. Die voeren zakken, zeg maar. Het inzicht van de lessen van vandaag, wat ik heb gekregen, is dat je nu nog beter weet wat de ingrediënten echt doen en waar de paarden het voor nodig hebben. Het effect van deze opleiding voor mijn sportprestaties is dat mijn paarden, dat ik die nog fitter kan houden en ze nog bewuster kan trainen. Wat ik het leukste vond en het interessantste was het stukje inspanningsfysiologie en training, herstel, ja, dat paard optimaal in conditie krijgen.